Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb nog even een dropje in mijn mond. Dat is niet heel handig. Sorry. En ik heb hier een oude Fleischmann locomotief. Met nog een metalen buitenkant. De magneten blijven nog niet aanhangen helaas. Hij doet het niet. En ik wilde hem eigenlijk ook zo weg doen. Maar ik zag dat er een... In ieder geval een kabel niet goed zat. Dus ik heb hem toch mee naar de werkbank genomen. Om eens even uit elkaar te halen. Bij deze metalen locomotief was het dacht ik zo dat je ze met één schroef uit elkaar kon halen. Maar ik begin nu te twijfelen. Volgens mij zit deze anders in elkaar. Doe gauw de schroef weer terug, want er zitten hier allerlei platen die loskomen. Waar ik een beetje zenuwachtig van word. Want ik zie ook hier en hier een schroef zitten. En dat lijkt vast te zitten aan het mechanisme. Wat het hele motorblok op zijn plek houdt. Dat is één. Twee. En dan hoop ik nu. Ja. Hier zitten dus twee metalen schuifjes. En het blok. De motor zit daar, zit daarin. En zit met schroeven hier doorheen. Nou. Eerste reden waarom dat hij het niet doet. Er zitten geen koolborstels in. Reden nummer 2. Er zit geen bekabeling aan vast. Wil ik nog verder kijken of zal ik het hier maar gewoon bij laten? Iemand heeft hier duidelijk een dummy van gemaakt. Het zit hier wel... Oh, kabels. Ja, ik weet niet of het zin heeft om deze nog te repareren. Ik denk dat ik deze dan toch als defect ga verkopen. De mechaniek is wel redelijk soepel. Maar hier is al wel aan geklust. Dus ik zie dus dat hier een schroef doorheen zit. Om de motor via dit pinnetje van stroom te voorzien. En die schroef steekt hier achter een redelijk eind uit. Dat zou niet moeten. Hij zou net zo lang moeten zijn als deze hier. Ik ben toch geneigd om even te kijken. Heb ik hier niet nog... even kijken als ik het zo... Gewoon uit nieuwsgierigheid. Nou, er is nog beweging in te krijgen. Eens kijken. Überhaupt nog borstels heb die hierin passen. Die een beetje. Het zijn al oude versleten koolborstels die ik nu gebruik. Eens kijken wat dit doet. Eerst stroom erop. Eens kijken wat dit doet. Meer stroom erop. Hij ligt natuurlijk ook in de doek. Niet briljant, maar hij doet het wel redelijk.
Ik denk dat het in dit geval misschien wel beter is om formaat en koolborstels te gebruiken. Die zien er zo uit, die zijn een ontzettend stuk kleiner. Omdat deze, het is allemaal, het gaat allemaal maar net of net niet. Ik krijg ook de veren er niet heel goed in, die past wel. Het is een beetje gepuzzel. Die erin. Dat is mooi. Zo, dat klepje erop. En er is er nog eentje gevallen. Ergens. Hier is hij. Zo. Goed zo te zien. Nog eens kijken. Het is niet geweldig, maar hij rijdt wel. Ik moet nog steeds een beetje goed vet halen eigenlijk. Ik doe het nu, smeer ik mijn tandwielen nog steeds met olie. Ik weet eigenlijk dat als ik het met vet zou smeren, dat het veel beter blijft zitten, veel langer blijft zitten. En dat het gewoon beter is voor... Oh, wat gebeurt hier? Ineens heeft hij er geen zin meer in. Die olie die verspreidt zich redelijk snel en spat ook nog wel eens een andere kant op. Want bij die olie, dat is een soort van vaseline-achtige. Dat blijft dus heel erg goed op die tandwielen zitten, ook op die plastic. En zeker ook op die metalen. En dit is... Het voldoet nu, maar ja, ik wil eigenlijk nog steeds die andere olie ook hebben. Het lijkt erop dat als ik de motor omdraai, dat hij er geen zin meer in heeft. Dat hij met name andersom doet. En met andersom bedoel ik dus, met de tandwielen naar boven doet hij het goed. En andersom niet zo. Hop. Het is in ieder geval geen fantastische motor. Oké, en nu ergens ineens is er iets goed gegaan en gaat hij als een tier weer. Ik doe dus niets met de snelheid, of ik doe eigenlijk niets met de stroomtoevoer en je hoort hem constant sneller gaan, langzamer gaan, sneller gaan, langzamer gaan. En dat eigenlijk allemaal zonder dat ik er iets aan doe. Dus ik kan niet zeggen dat ik onder de indruk ben van deze versie. Het lijkt me wat onbetrouwbaar. Hoewel die dus nu wel continu vol vermogen gaat. En misschien dat er dan toch wat smeermiddel op een belangrijke plek gekomen is. Of dat er iets met die koolborstels afgesleten is in één keer. Waardoor dat die nu rap gaat. Maar hij is nu
Redelijk, redelijk. Wat ik ga doen is mijn soldeerbout op laten warmen. En de kabels erg goed opzetten. En dan mag iemand anders er plezier mee hebben. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Deel en like en share als je daar zin in hebt. Het helpt voor mij enorm. Ik zit bijna aan de 60 subscribers, zag ik. Ik ben er erg blij mee. Ik hoop dat het deze lijn doorzet. Het zal uiteindelijk toch veel aan mij liggen hoe vaak dat ik upload. Maar elke support is welkom. Dus dank jullie wel. En tot de volgende keer.